waves, let them crash down on me. And you showed me the way. Het ruikt wel lekker hier ergens, weet ik veel. Het is gigadruk, mensen. Kanonnen. De lange jaar. Nou, die is toch gedicht. Die doet niet mee. Gans gekkies. Wat is er? Hé? Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna de Beestenboel. Vergeet ik helemaal. We zijn vandaag op zondag aanbeland en het is de hoeveelste week niet. Ik heb geen computer aan. De 30ste. Nog steeds april. Ja, ook dat nog. En we leven om 14:29. Ik ga mijn hondjes uitlaten. En daarna pak ik de booster en ik neem jullie mee waar ik naartoe ga. Joost mag het weten. Nee, ik zou naar Mario toe, maar die is niet thuis. Dus ja, even pech. Ik ga gewoon even een stukje rijden en we zien wel. En ja, ik moet nog steeds aan die booster wennen, dus ik neem Elwing ook nog niet mee. Maar ja, maakt ook verder niet uit. Ik ga nou eerst even lekker met ze lopen. Die heb ik sowieso altijd bij me. En ja, we genieten gewoon, want het is prachtig mooi weer. En vanochtend eerst niet, was het grijs, grauw, bewolkt. Niet fijn, maar nou schijnt de zon weer. Dus maakt mij weer blij. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook en maak jezelf blij. Maar kom ook bij mij en maar zijn we samen blij. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan en geniet een beetje met mij mee. Doei! Zo, lieve vrienden, de meisjes zijn weer uitgelaten. Daar zijn we weer van thuis. Ik heb een broodje gegeten, want ik had zin in wat. En nou ga ik jullie opruimen, in mijn tas doen. En jullie gaan gezellig met me mee. En wie weet, als ik iets moois zie, iets leuks zie, iets grappigs zie, of weet ik veel wat, de natuur, weet ik veel, wat ik tegenkom, dan pak ik jullie er uiteraard even bij. Ja. Trippelaarster. Heen en weer getippel. Hé, van hot naar her. Hé. Nieuw. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet van alles. Gewoon genieten. Ja, doe dat. Doei. Lieve vrienden, er is in de stad wat te doen. En ik denk dat dit nog met de Oranjemarkt te maken heeft. Dat het nu is. Ja, ik weet niet, maar versierd en drukte, giga bij de kroeg, nu al aan de Zuidbrei, niks voor mij. Niet nu al. Ik zal eerst mijn booster even langzamer zetten. Een gezellige boel daar. Ja, er staan ook wat kraampjes. Dus ja. Ja, het is ook de laatste zondag van de maand, dat ook nog. Ja, dat... Nou ja, Oranjemarkt, noem je dat Oranjemarkt? Nou ja, ze proberen het. Gewoon anders.
hangt wel lekker hier ergens, weet ik veel. Het is gigadruk, mensen. Kan nog dat. De lange Jaap. Nou, die is toch gedicht. Die doet niet mee. Zo, de mietetjes. Ik heb jullie even niet goed vast. Zo eerst even doen. Zo. Koortje erbij. Hey. Boe. Hey. Boe. Ik ben aan het filmen, ja. Is ze weer aan het filmen? Is ze weer aan het filmen? Ik heb een nieuwe booster. Hoe vind je het? Mooi. Ja, eindelijk maar toch. Huh? Eindelijk maar toch. Ja, moet soms, hè. Ja, maar ik kon niet meer wegkomen met die vorige. Tenminste, ik heb een tussendoortje gehad. Dat was ook een nieuwe. Maar dan kwam de stad niet meer. Nee, nu wel weer. Ja, nu wel. Lekker. Anders had ik dit niet eens kunnen doen. Nee. Want dan kan ik mijn boodschappen doen en ik weer vriendelijk thuis kom. En dan is hij alweer leeg. Ja. En dat is met deze niet zo. Nou, mooi toch, lekker. Daarom. Wat ben je allemaal aan het doen, schat? Dat heb je al vergeten, begrepen. Wat doe je allemaal? Een beetje de neus, hè? Kom maar, ik heb gezegd, ik ga vanavond bestellen. Ik heb gekocht, hè? Eindelijk je haar kort, schat. Kan ik ze even op weer? Wou die het niet meer? Nee, zo goed. Zo, dus in één eraf. Huh? In één eraf. Ja. Goed zo. Nou ben je tenminste, jongen. Alle tijdje, hoor. Oh ja, maar ik heb je een tijdje niet meer gezien. Oh, ik denk dat het er al een... zeker al een maand of 7 af is. Oké dan. Kun jij wel hier blijven? Ik zal zien dat ik er doorheen kom. Ja. Ja. Daar staat Jan met een roze shirtje aan. Er is me nou nog echt te koud voor om op een terras te gaan zitten. Dit is altijd zondag gesloten en dat vind ik een beetje dom, zelfs in de zomer. Nou, dan denk ik van gooi alles open. Hoi schat. Hoi. Dan zit er een klein beetje een vaartje erin als dat wil. Nee, dat wil niet. Nee, natuurlijk niet. Ik heb hem zachter gezet. En nou, dan rijden we hier al even langs de Albert Heijn. Dat was vroeger een parkeerterrein en dat was vroeger een markt, maar dat kan niet meer. Het is nou een park met een rollerskatebaan er doorheen. Het Julianaplein noemen we dat gewoon nog steeds. Ja, geweldig toch. Gelijk even een rondgangetje door de stad voor Cor, Beck en zijn zoon, Kokkie.
Want die kent Den Helder wel, maar ja, Den Helder verandert. En daar hebben we het station, recht voor jullie uit. Kijk, kijk, een paar marktkraampjes. Goh, geweldig. Dit had ik inderdaad niet verwacht. Dit had donderdag gemoeten, vind ik. Die mevrouw had leuk haar. Vanochtend, van voren roze en van de rest zwart. Dan moet je niet gaan zwaaien naar mij, hè? Want ik ben aan het vloggen. Dan moet ik naar de overkant zien te komen. Ja. Moet ik even zien of ik er door kan. Ook dat nog, maar ik denk het niet. Dit is kleding. Ja. En hij moet uitkijken vanwege dat ze aan het verbouwen zijn. Ja, oké, je hebt het anders neergezet. Ja, tuurlijk. Kan ook niet anders, hè. Allemaal kleding. Mooie kleding. Supermooie kleding. Maar je moet er ook van houden. Hou je er niet van, dan loop je er voorbij langs. Of je rijdt er voorbij langs, zoals ik. Zo dan. Ja, en dat staat dus stil, hè. Nogmaals, dat staat 10 maanden stil omdat er een engstig dodelijk ongeval is gebeurd tijdens de werkzaamheden. Dus ja, dat gaat giga op achterlopen. Hi, lieve schatten van mij. Hi. Hoe is het? Goed hoor. Mooi. Met u? Ook goed. Mooi zo. Wat zijn jullie mooie jurken en jou mee? Jij had was ook altijd opgemaakt, toch? Nee, niet. Nee? Dacht wel. Maar ja, in ieder geval. Je weet mijn naam of niet? Op YouTube? Nee, ik heb een nieuwe telefoon, dus ik heb hem niet meer. Ah, shit. Chip. Wacht, hoe heet u hem? Corina met IE, dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenbol. Oh ja. Oh ja. Ik heb wel een nieuwe booster. Cool. Ik had even een hele andere. Die ging ook veel harder dan deze. Dus jullie waren ook lekker even aan het starten. Ja, kijken wat leuks is. Ja, dat doe je goed, schat. Nou, ik hoop dat ik jullie weer eens tegenkom. Ja, dat zou leuk zijn. Oké, fijne dag verder, hè. Oh, dat zijn lekker naaitjes. Allemaal dikmakers. Het ziet er wel lekker uit. Maar je moet er ook van houden. Ik krijg sommige dingen al niet eens weg. Nou, dan zullen we er weer thuis vanuit gaan. Oh, weer kleding. Ja, dat vind ik cool. Hara. Zullen we haar wat denken? Doe het huis om al die clipjes. Ja, ik heb 4 clipjes verkocht. 6 clipjes verkocht. Goeiedag. Goeiedag. Er staat nog een beetje gekleurd op natuurlijk, hè? Nou, helemaal, ja. Dankjewel. Wil je je vinden? Nou, vertel. Andere week of zo, weet ik veel wanneer. Nee, ja, ja. Ik plan in, ik moet inplannen. Oh. Ik maak per dag maak ik filmpjes. Oké. Okay. Aan elkaar vast, met leuke switchen erin, muziek eronder. Dus heel veel werk is deze hobby. Ja. Wij werken eigenlijk dan ook. Ja, zeg maar. Maar het is wel leuk. Enkel, ik verdien nog niks. Nee, maar je... Maar je kan me vinden bij Corina met IE. Ja? En de Beestenboel. Corina EI met de Beestenboel. Ja. De C-O-R-I-E-N-A. Ik denk dat ik het vinden ga. En de beestje. Nou, doei doei. Doeg. Wat is dit? Gebruiksballen. Voor in bad. Oh, ja, heb ik niet. Nee, dan laat het helaas op. Ja.
Wat moet ik met een vogelkooitje? Ja, precies daarom. Mijn lieve heer, het beestje is weer kapot. Het is een storm. Ja. Terwijl ik hem nou in een plantenbak had staan op mijn picknicktafel. Dus meer beschermd. Maar nog kapot. Enkel mijn ene vogeltje. Mijn ene vogeltje leeft nog wel. En dat is die. Die leeft nog steeds. Ja, ik was hem vergeten. Jammer. Kan gebeuren. Nou, fijne dag. Portemonnees en batterijen. Ja, ik moet goedkope batterijen hebben die ik op kan laden. Maar ja, ze zeggen op de markt is ja Farta, maar dan de dikke. Maar ja, geen stand van. Hallo, heeft u ook oplaadbare batterijen? Jeetje, kom niet eens dat mijn woorden, man. Wil ik klein of grote? Die dikkere heb ik ook nodig. Die is Duracell, ja. Ja, wat kost dat? Tientje. Ja, dat bedoel ik. Ja. En je krijgt goedkopere. Maar kijk, goedkoper werkt niet goed, mevrouw. Die Duracell is de beste merk. Ik heb wel goedkoper. Kijk, die 8 euro. Dit is Toshiba, die is ook een goed merk. Ja? Maar die is de beste, die is 8 euro. Ja, dat heb ik nou niet. Anders. Dat heb ik nou niet. Sorry, Balori. Wanneer is het volgend jaar? Wie weet. Ik kom volgend jaar, ja. Ik heb één keer per jaar. Ja, ik weet het. Ken je wel. Moeilijk, ja? Ik ken je wel. Ik kom niet, kom ieder jaar. Ik kom nooit meer hier. Ja. Echt moeilijk daar. Echt. Ja. Maar dat komt ook door alles wat er gebeurd is. Daar komt het ook door, hè, wat er allemaal gebeurd is. Ja. De afgelopen zeg maar 4 jaar. Ja, ja, ja. Echt... Nou, fijne dag. Tasjes. Ik ga zo wel niet betalen voor die batterijen en mijn hoelau. Ik loopt er een met een suikerspin, brok. Dat griest me helemaal. Ah, die zoete troep. Het lijkt wel alsof ik er allergisch voor ben. Ik vind het zo smerig, al dat zoete gedoe. Dag mevrouw, zit u lekker? Ja. Mooi zo. En die is ook open. Doen ze goed. Doen ze goed. Helemaal oké. En dan gaat bij het schipperpad weer over. Kijk ook hier nog. Hoe doen ze dat? Daar nog kleding, maar dat is maar één kraan. Die is open. Xeno is open.
Nou ja, en hier natuurlijk ook, het een en ander. Van de week was ik er mee. Riemen en torten. Ik ben blij met mijn tas, hoor. Ja. Nou ja, allemaal snoeptroep. Nog steeds tassen en riemen. Dat winkeltje is ook open. Of niet? Nee, niet. Geen kindertjes voor mij. Dat is open. En zij is weer open. Ja, ook zij is weer open. Met de leuke dingetjes. Kijk, Pinocchio. Pinocchio. Wat gaaf. Wat gaaf, wat gaaf, wat gaaf. Pinocchio. Ja, Pinocchio hangt daar. Geweldig. En dan, Puzzel van Bruna. En dat is weer gesloten. Grijp ik niet, hè? Ga dan open met zo'n dag. Aan de ontvangst. Hier is weer wel open. Ik wil even om die vrouw heen. Ik hoef niet op kleine kindertjes te denken. Die is ook open. Kijk, dat doen ze gewoon goed. Gewoon open gaan. Ook open, open. Enkel dat is een rondwinkel. Want dan ben je niet echt welkom in een booster of een rolstoel en dan word je eruit gekankerd. Oftewel, van, er wordt er op je gescholden van je hout het pad bezet. Geen klanten kennen door en noem maar op. Nou, dat behoor je niet te doen. Want dan ga ik ze in het kwade daglicht zetten. Ja. Nou, toen hadden we het geloof ik weer gehad. Ja. En ook hier wordt het goed gedaan. Die is ook open. Ja. Kijk, dat jasje, dat lijkt een paar, op een, met een paar dingetjes op een jurk van mij. Ja. Nou ja, en natuurlijk is Big Bazaar ook open. Die doet ook mee. Halkidee, halkido, halkidee. Ja, Hals Anders is zelfs open. Kan je heen voor je gehoortest desnoods of een bril? Ja. Nou. Lieve vrienden, dit was een rondje centrum. Ik ruim jullie af, want ik wil eventjes nog verder. Ja, dat wil ik. Ik moet eerst mijn booster even uitzetten. Zo. Voilà, tot later. Down on me, and you showed me the way. The best things in life are free.